Bij een kick-off bijeenkomst bij BART Terminal Tilburg werd op donderdag 15 september 2022 het officiële startsein gegeven van de Green Deal voor de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Ondernemers kunnen vanaf nu gebruik maken van de verduurzamingsmogelijkheden van de Green Deal. De gemeente Tilburg heeft gezegd, wij willen in 2045 klimaatneutraal zijn. Maar als concrete ofwel burger of ondernemer is het dan toch de vraag, ja, wat betekent dat voor mij? Wanneer moet ik beginnen? Wat gaat me dat kosten? Kan ik ergens hulp krijgen? Wat zijn de goede stappen om te nemen? Is er wet en regelgeving waar ik nu of op korte termijn aan moet voldoen? Dat soort concrete vragen, die willen we ook met behulp van die Green Deal hulp bieden aan ondernemers. Dennis van Dijk, bedrijfsleider bij Broeren Civil Solutions BV, Roland Verbraak, BWT Multimodal Group NV en Dennis Grijs van Kringloop Tilburg vertelde uitgebreid aan de aanwezigen welke maatregelen ze al hadden getroffen met betrekking tot duurzaamheid. Hanneke Godfrooy van Stantec, Rob Braspenning van Dobro en Hein de Brouwer van Midpoint Brabant gingen vervolgens uitgebreid in op de kansen die de Green Deal biedt voor ondernemers. Hanneke ging vooral in op wat een gratis behoeftebepalingsgesprek inhoudt en wat je als ondernemer verder van de Green Deal kunt verwachten. Dus om nog even te verduidelijken, je start met een behoeftebepalingsgesprek. Dat gaat over de drie thema's in de breedte. U vertelt waar u staat, wat de ambitie is, waar de behoefte ligt. Op basis van die behoeftebepaling krijgt u een advies van voor u is het misschien zinvol om verder na te denken over klimaatadaptatie, zonnepanelen, isolatie, ledverlichting, energiemanagement, efficiënt omgaan met energie binnen je bedrijf. Nog meer is er, maar dat soort zaken. En als u dan de keuze maakt van ja, daar wil ik mee verder, dan komt dus één van de drie partijen, ofwel over energie, klimaat of solidariteit, als een soort expertadvies, ook kosteloos bij u op het bedrijf. Waarom heb jij je aangemeld voor die Green Deal? Omdat ik graag breder advies wil hebben van waar ga ik op inzetten. Hij is multidisciplinair, maar om een concreet voorbeeld aan te geven. Ik vind CO2-berekeningen, CO2-afwegingen hele lastige als je dat vertaalt naar eindproducten. Ja, nou ja, ik denk gewoon dat het een must is. En ik denk dat we daar gewoon met z'n allen onze schouders onder moeten zetten. En het is gewoon noodzaak. Er zijn dingen mogelijk, maar je zit zelf in een bepaald straatje te denken, terwijl er ook nog zijstraten zijn. En het is handig om daar een beetje licht op te schijnen, om daar door vragen van anderen ook weer ideeën over te krijgen. Ik denk dat de meeste mensen die hier zitten de eerste stap zetten. Ik denk dat het vooral ook van belang is dat we onze collega's die er niet zijn gaan motiveren om zich aan te melden voor een gesprek. Dat is ook nog een hele belangrijke. Zorg ervoor dat u de collega's die hier niet zijn ook aanspreken en laten we zorgen dat zij ook gaan meedoen. Dank! De Green Deal Loven en Kanaalzone is een samenwerking tussen de volgende partners.